Het Wilhelminapark in Rijswijk wordt compleet vernieuwd. Nu het inwonersaantal stijgt, is er ook een betere groenvoorziening nodig. We staan hier in het Wilhelminapark. Het is heerlijk weer, veel wind ook op dit moment. En we zijn hier de hele entree aan het verbeteren, nieuw aan het aanleggen. En dat is de eerste stap van de investeringen in het hele Wilhelminapark. En waarom is dat nodig? Nou, Rijswijk is een groeigemeente. Er komen meer inwoners bij. En we investeren ook in de huizenbouw. Dat doen we vooral in het centrum, bij de Boogaard. En als de raad het goedkeurt, ook in het havenkwartier. En dat betekent dat we ook gaan investeren in voorzieningen. Dat doen we bijvoorbeeld in sport, maar ook in het groen en in parken, zoals het Wilhelminapark. Je zei het al, in Rijswijk wordt heel veel gebouwd, heel veel stenen. Maar dit is ook belangrijk. Het is heel erg belangrijk om groen in de buurt te hebben. Het liefst in je straat natuurlijk. Groene perken, groene bomen. Maar ook de parken die we hebben is heel bijzonder. De landgoederenzone, het Elzenburgerbos en het Wilhelminapark. Die moeten we meer toegankelijk maken. Want groen in de buurt leidt tot een gelukkiger leven. Ja, we staan hier op een mooie plek. Een mooi voorbeeld van het park. Ja, er is een heel landschapsplan, zo heet dat, gemaakt voor het hele Wilhelminapark. Maar hier staan we op een punt waar we als eerste mee beginnen. Dat is de entree van het park. Hier staat een lelijk hek dat gaat weg. Dat wordt veel mooier als je hier naar binnen komt. En je ziet hier ook de boulevard, zoals we het noemen. De grote entree van het park. Daar kan je gaan sporten, daar kan je gaan slenteren. En nu is de lelijke asfalt weg. En dat wordt nog veel mooier. Ook de speelplekken hier in het Wilhelminapark gaan we aanpakken. Je hebt natuurlijk hier de speelplekken langs de vijver. Maar ook aan de andere kant, aan de kant van Rijswijk Buiten, zal worden gestart met een participatief traject. Dus samen met de inwoners bepalen hoe moet die speelplek eruit komen te zien. We zien al heel lang dat het Wilhelminapark ook gebruikt wordt om te recreëren door de Rijswijkers. Het Wilhelminapark wordt heel goed gebruikt. Dat mag nog veel meer en daarom maken we het nu gereed daarvoor. Maar je ziet in de zomer dat hier wordt gepicknickt en mensen hier komen sporten. Dat leidt ook af en toe tot overlast, hè. Afval. Daar zijn we heel erg streng op. Maar dat betekent ook dat we gewoon afvalbakken moeten neerzetten. Nou, dat gaan we nu doen op een mooie manier. Amal, wanneer verwachten jullie dat de werkzaamheden zijn afgerond? Nou, we zijn nu begonnen met de entree. Het hele plan bestaat uit verschillende projecten. Na de zomer is de bedoeling gaan we aan de slag met deze hoofdboulevard. En dan in de loop van 2022 zijn er nog andere projecten die afgerond worden. Dus in 2023 moet het eigenlijk helemaal af zijn.